Oké, we gaan verder met warmte en energie voor HAVO, BOVO, natuurkunde. Thermische gelijkwerking gaat het ook weer. Opgave 20. In je lichaam vinden allerlei processen plaats waarbij warmte ontstaat. Een deel van die warmte zorgt ervoor dat je lichaam een temperatuur van ongeveer 37 graden heeft. Als het buiten 26 graden is, laat de huid per seconde 100 kilojoule aan warmte door. Je huid heeft een oppervlakte van 1,8 vierkante meter en een dikte van 5 mm. Bereken de thermische geleidbaarheid van je huid. Nou, dat doe je met de formule vermogen. De thermische geleidbaarheid is deze constante lambda maal oppervlakte maal delta T, dat is temperatuur gedeeld door de dikte. Nou, die gegevens hebben we allemaal, behalve de lange thermische geleidbaarheid, moet je juist uitrekenen. Het vermogen is 110, oppervlakte is 5,1 10 tot de min derde meter, dat is de dikte. Temperatuurverschil is het verschil tussen 37 en 26 is 11 graden Celsius en het oppervlak, dat is, dat is een gegeven, dat was, weet je, 1,8 vierkante meter, ja. Dus ze zijn allemaal boven die lambda dus. Nou, als dat die allemaal netjes ingevuld, dan kun je natuurlijk, lambda is dan 120 gedeeld door 1,8 en gedeeld door 11 en vermenigvuldigd met 5,1 10 tot de min derde. Dan komt dan dit uit 2,8 maal 10 tot de min derde. Is dat volgens mij wat per meter per Kelvin. B. Leg uit of je huid een goede warmtegeleider is vergeleken met metalen. Nou, de thermische geleidbaarheid van metalen is groter dan 2,8 maal 10 tot de min derde, die we net uit hadden gelegd. Dat kun je zien in de Binus tabel 8. Ik wist dat metalen veel beter warmte geleiden dan je huid. Ga je bij 26 graden warm lopen Celsius, dan ontstaat er meer warmte in je lichaam. Je voert de extra warmte af door te zweten en het zweet verdampt. Leg uit waarom je door te zweten warmte afvoert uit je lichaam. Nou, het verdampen van warmte, dat gaat niet vanzelf. Dan moet je energie instoppen, warmte-energie, en die onttrek je aan je lichaam. En dat koelt daardoor af. Goed, 21. Bij de uitvoering van het experiment in figuur 22 gaat de lucifer in het aluminiumstaafje als eerste branden. De staafjes hebben een volume van 5 kubieke centimeter en zijn even groot. In tabel 5, dit is een enkele stofeigenschap van de gebruikte metalen. Nou, koper, aluminium, ijzer, messing, dicht is dat gegeven, soortelijke warmte, thermische geleidbaarheid. A. Leg uit welke lucifer als eerste gaat branden, leg op de thermische geleidbaarheid. Nou, hoe groter de thermische geleidbaarheid van metaal, hoe sneller het warmte doorlaat, dus hoe sneller de temperatuur stijgt, dus de metaal met hoogste temperatuur zal het dus eerst een hoge temperatuur bereiken die de lucifer doet ontbranden. Oké, een staaf moet warmte geleiden, maar moet ook de temperatuur stijgen om de lucifer te kunnen laten ontbranden. Voor de opgenomen warmte geldt de volgende formule. Q is C, dat is de soortelijke warmte, maal rho, dat is de dichtheid, maal V, dat is het volume, maal delta T, temperatuurstijging, Q is natuurlijk de warmte energie. Leid deze formule af. Nou, dat doe je met de formules die we al kennen. Q is M maal C maal delta T en rho is M gedeeld door V. Wat je doet is M, die ga je schrijven als V maal rho. Oh, dat staat hier ook. En die vul je dan op die plaats van die M in. Dan krijg je Q is rho maal V maal C maal delta T. En dat is natuurlijk hetzelfde als Q is C maal rho maal V maal delta T, want het enige wat veranderd is, is de volgorde. Het is allemaal van die volgorde, dus dat is hetzelfde. Toon aan dat bij aluminium de minste warmte nodig is voor de graad 1, voor 1 graad temperatuurstijging. Nou, dat hangt alleen maar af van de, ze hebben hetzelfde volume. De temperatuurstijging van elk staafje is hetzelfde. De minste warmte is dan nodig met het, met name de kleinste soortelijke warmte. Dat is dus het enige wat vanaf. Nou, de soortelijke warmte kun je opzoeken van alle die tabellen, van alle drie die staan in de tabel, die staan hier ook, maar die staan hier nog een keertje. En ik zie 0, dat deze de kleinste is bij aluminium. Dus die zal als eerste, ombranden.
niet helemaal wat ik zei, want de soorten planten speelt mee, maar de dichtheid speelt natuurlijk ook mee. En het product van die twee, die moet het kleinste zijn. Nou, als ik deze met elkaar vermenigvuldig, die en die, dan is dat bij aluminium het kleinst. Zo zit het dus. Je moet niet alleen naar de soorten planten kijken, wat ik met dat principe wil zijn, maar ook naar de dichtheid. Oké, de temperatuur van het aluminiumstaaf is al eerst hoger om een lucifer te laten ontbranden, dat hadden we al gezien. In figuur 25 is het koelelement van aluminium afgebeeld met veel koelribben. Waarom is gekozen voor deze vorm en niet voor een blok? Als je veel koelribben hebt, dan heb je dus een groter oppervlak. Dus dan kan je meer vermogen aan warmte-energie per seconde afvoeren. Is de computer, in de computer zit een ventilator die de warmte-lucht bij koelribben wegblaast. Waarom is de koeling beter als de warme lucht wordt weggeblazen? Ja, als de warme lucht niet wordt weggeblazen, dan heb je dus een laag temperatuurverschil tussen de computer, zeg maar, en de lucht daaromheen. Dus dan koelt de computer niet goed af. Als je de lucht wegblaast, dan heb je dus een groot verschil tussen de temperatuur van de computer en de koude lucht. En dan koelt die weer af. Maar dan moet je natuurlijk die lucht ook weer wegblazen. Anders helpt het allemaal natuurlijk niet. De 22, in figuur 25, dat is deze, zie je een warmtewisselaar die je gebruikt bij de warmte-koude opslag. In de warmtewisselaar stromen het water uit het gebouw en het water uit de bodem in tegengestelde richting. Kijk, hier komt koud water in, die gaat die kant op en hier komt warm water in en dan gaat die kant op. Ja, dus het koude water gaat er warm uit en het warme water komt er weer koud uit. Oké. Dat noem je een warmtewisselaar. Dit heet je tegenstroomprincipe. Binnen de warmtewisselaar gebruik je spiraalvormige koperen leidingen, de aan- en afleidingen zijn gemaakt van kunststof. Leg uit dat de richting van de warmtestromen horen bij de wintermaanden. Ik neem aan dat ze bedoelen dat in de wintermaanden koud water uit de bodem komt. Dan is het koud. Nee, dat is natuurlijk niet waar. In de winter is de bodem natuurlijk warm ten opzichte van de rest. Dus er komt juist warm water uit de bodem, warmtewisselaar in. Goed. Leg uit waarom de warmteoverdracht beter is als je spiraalvormige leidingen gebruikt. Dat betekent dus dat je een grotere oppervlakte hebt natuurlijk, hè, dan dat je een rechte leiding hebt. De thermische geleidbaarheid is ook beter, hè, want je gebruikt koper als tussenstof. En het temperatuurverschil is ook groter. Als je... En waarom is dat het verschil? Omdat de warmte, de koude water, komt aan de ene kant van links en gaat naar rechts. En de andere kant van de warme water komt er juist tegenin. Dus het temperatuurverschil wordt er mooi uitgewisseld onderweg. Ja, oké. 23. Een woonkamer in het midden van een flatgebouw heeft aan de voorzijde en aan de achterzijde muren met daarin een groot raam. In elk raam zitten twee stukken glas van 1,5 meter hoog en 2 meter breed. Voor het glas geldt U is 6 watt per vierkante meter per Kelvin. De U-waarde is in de verhouding tussen de thermische geleidbaarheid en de dikte van het glas. U is labda gedeeld door D, dus ja, dat is hetzelfde dan opgeschreven. Leg uit dat de eenheid van U gelijk is aan W maal meter tot de min eerste maal Kelvin tot de min eerste is dat volgens mij. Ja, maar even beter gekeken. Dus W maal meter tot de min tweede maal Kelvin tot de min eerste. Oké, ga je dat hier doen met die formule, maar dan met haken erin. Dus dan gaan we dus niet rekenen, maar we gaan dus eenheden bepalen. Nou, die van lambda is W maal meter min 1 maal Kelvin min 1. En die van de dikte is gewoon meter. Dus deze... Die deel je nog een keer door meter, oftewel je vermenigvuldigt dat met meter min 1, dus wordt het hier meter min 2. Dat is ook precies wat hier staat. Ja, oké. Toon aan dat door de ramen aan de voorkant en achterkant samen per uur 3,4 x 10 tot de 9e joule aan warmte verdwijnt. Oké, dan bereken je met de warmte die per seconde verdwijnt, en dat bereken je met de bekende formule, hè. P is lambda maal A met delta T gedeeld door D, en met U is lambda gedeeld door D. Oppervlakte betekent met afrekening van de glazen, dat is gewoon lengte maal breedte. Dan gaan we dat maar even doen. Eerst de oppervlakte berekenen, twee stukken glas die even groot zijn, dus 2 keer 2 keer maal lengte maal breedte.
anderhalf en 2. Dus dat is dan, even kijken, dat is dus 3. Hier moet, dit moet 4 zijn. 3 maal 2, hè? Maar anderhalf maal 2, dat is 12 vierkante meter. Antwoord is wel goed. Nou, hier kun je gaat dus deze formule omschrijven. Hè. Je gaat P is U lambda gedeeld D maal A maal delta T. Dat is dezelfde formule, alleen anders in volgorde opgeschreven. Volgens mij, ja, verandert verder niks. U is lambda gedeeld door U lambda gedeeld door T. Dat vul je daar dan in. Dus op die plaats van die lambda kun je dan ook gewoon die U zetten. Dat zullen ze dan ook doen te volgende. Ja, net zo gewerkt natuurlijk. Dus P is U maal A maal delta T. Nou, U is gegeven 6. Maar wat maar enzovoort. Op lat hadden we uitgezet is 12. Delta T is 20 min 7 is 13. P die hadden we ook al. Die is 6 maal 12 maal 13 is 936 per seconde. Dat klopt, hè? Dat zijn gewoon deze drie gegevens in deze formule ingevuld op deze plaats. 936 joule per seconde. Nou, en moest het volgens mij berekenen in een uur. Klopt dat? Ja. Nou, dan moet je dan met 3600 vermenigvuldigen. Deze maal 3600 is dan 3,4 maal 10 tot de zesde. En dan moesten we ook aantonen dat dat zo was. Oké. C, zoekt de stookwaarde van Gronings gas op. Dat is in tabel 27a, 32 megajoule per kubieke meter. Volgens mij heb ik dat pas ook al een keer gedaan, maar maakt niet uit. D, berekenen hoeveel vierkante meter, kubieke meter per ron aardgas per uur je minstens moet verbranden om de temperatuur op 20 graden Celsius te houden. Nou, er komt 32 megajoule of miljoen joule aan warmte vrij als je een kubieke meter aardgas verbrandt. Je moet 3,4 tot 10 tot de 6e joule aan energie hebben. Dat hebben we in de vorige opgave uitgerekend, hè, bij B. Oké, hoeveel kubieke meter aardgas moet je dan hebben? Ja, deze waarde natuurlijk gedeeld door de waarde voor 1 kubieke meter, dat is die. En hier wordt het dus uitgerekend. En dat is dan 0,106 kubieke meter, of dan 0,11 kubieke meter. Leg uit waarom het er meer aardgas nodig is dan je bij vraag D berekend hebt. Hier noemen ze dat opeens F, dat is een klein foutje in het antwoordboek. F verdwijnt antwoord, warmte via schoorsteen en kleine openingen. Leidingen worden verwarmd, muren worden verwarmd, lucht wordt verwarmd, deuren kunnen opengaan. Nou ja, en ze wordt allemaal warmteverlies. Vind het een elektrische radiator zit een vloeistof. Als je die vloeistof kunt kiezen voor olie of voor water, de stofeigenschappen van olie vind je in binnenste terwijl elders je moet dan kijken naar paraffineolie, welke vloeistof is het meest geschikt. Nou, wat zijn de eisen voor een radiator? Je moet natuurlijk snel temperatuur kunnen verhogen. Temperatuurstijging kun je bepalen met de soort warmte. Kun je zeggen, misschien met delta T, massa bepaal je met de dichtheid. Massa is dichter maar volume. Oké. Volgens Binus L is de soortelijke warmte van paraffineolie bijna de helft van die van water. De dichtheid is 0,8 dichtheid van water. Oké. Dus de temperatuur van paraffineolie neemt sneller toe dan die van water. En is dus geschikter. Dat is natuurlijk weer die C maal P die we net ook zagen. Hè. Dus paraffine heeft dus 0,5 en 0,8. Dus dat is, dat is flink wat minder dan water. En dat is 0,4. Dus dat gaat 2,5 keer zo snel. Dus paraffino is inderdaad geschikter aan water. Ja, dus deze opgave lijkt een beetje op een opgave die we al eerder zagen hier. En daar had je ook C en P die met C en Rho die ik daar moest vermenigvuldigen. Hier was dat gedaan trouwens. Had ik dat niet eens gezien, maar het is wel zo. Hier staat het niet in de tabel, maar je kan dat ook voor deze natuurlijk uitrekenen. En dan zou je het inderdaad vinden dat het voor paraffine 0,4 is ten opzichte van water 1. Oké, dat is paragraaf 4. Hierna naar paragraaf 5.